Hallo en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan weer lekker Minecraft spelen. Ik heb eigenlijk niet zoveel idee wat we gaan doen. Wel wil ik lekker even gaan hakken, want ik zit in een nieuw systeem. Ik zal een screenshot daarvan even inediten. Dus hierbij. Ik zit dus nu, zoals je op de screenshot kan zien, in de Jungle Temple, als ik het goed heb onthouden. Dus we kunnen weer nieuwe blokjes krijgen. En jij doet nog steeds niets, dus leer even iets doen alsjeblieft. voor de rest heb ik een app gemaakt. Dat betekent alleen wel dat we echt gewoon... Oh. Verkeerde knop. Geen iron meer hebben. Dus dat zullen we ook wel moeten hakken. Ik heb een beetje dit uitgebreid. Zoals je kan zien, ik heb daar de farm een klein stukje uitgebreid. Als ik hier naar beneden kan je daar zien dat ik wat nieuw heb toegevoegd op mijn farm. En ja, het zal dus weer een wat saaiere aflevering worden, I guess. Wat meer hakken en shit. Dus ja, dat zal het zijn. Dus we gaan lekker hakken, hè. Trouwens, ik heb ook, zoals je kan zien, heb ik twee nieuwe schildpadjes. En ik heb, zo, wat zijn ze luid. Moeilijk, door, ja. Ik heb een aantal mushroom cows, heb ik geknipt. Zodat ik wat meer gewone koeien heb. Want die heb ik wat meer nodig dan mushroom koeien. En ik kan ze altijd uitbreiden door ze nog, te gaan breeden. Ik zat er wel aan te denken om vandaag misschien hem een stukje uit te breiden naar achter. Zodat... Ja. Zodat ze iets meer ruimte hebben. Zodat ik ze makkelijker kan breeden en zo. Dus dat. We gaan weer lekker hakken. Kijk, nu kan ik ook die mossy cobblestone krijgen. Dus dat is ook wel cool. Ik heb een beetje lag, maar... Oeh! Hey, jungle log. Nice. Ik hoop dat we daar ook saplings van kunnen krijgen straks. Want dan kunnen we daar ook wat meer hout van gaan farmen. En dan missen we eigenlijk nog maar één houtsoort. Ik had wel echt wat cobblestone nodig, dus dit is wel chill. Daar gaan we pickaxe. Hoppa, ik heb alweer 1000 blokjes gehakt met mijn nieuwe naam. Nou ja, mijn oude naam die ik weer terug heb. Dus dat is wel cool. Ik doe gewoon lekker dit, denk ik. Of... ik doe het wel even zo. Hout. Jungle. Hier. En de goud doe ik zo wel lekker in de oven. Even kijken hoe het met mijn boompjes gaat. En die gaan de goede kant op. Want we hebben natuurlijk weer ook nodig om de farm... Oh my god. De farm wat uit te kunnen breiden. Zodat we hekjes kunnen maken. Ik had echt slimmer moeten aanpakken. En andere houtsoorten kunnen moeten gebruiken daarvoor. Maar helaas, toen had ik die nog niet. Dus eventueel zouden we die nog wel kunnen vervangen met bijvoorbeeld dark oak. Omdat we die heel veel hebben. Maar dat, daar zal ik nog even over nadenken. Op zich is dat op zich wel leuk qua contrast, omdat je nu eigenlijk alleen maar heel veel oak hebt. En ja, het is ook wel leuk om wat meer andere boompjes, ja, wat andere soorten te hebben, zeg maar. En het wordt alweer nacht, zo te zien. Gaat mijn farmpie. Ik heb het ook net
net geplukt en zo. Even mijn geluid iets zachter op mijn headset, want het doet een beetje pijn aan mijn oren. Pop. Oh. Ik wil dit ook nog steeds wel een beetje leuk maken, maar. Komt nog wel. Nou, weer even lekker verder hakken. Oh, diamonds! Poch! Poch! Oeh, lekker hoor. Gewoon diamonds, jongens. Mooi, dan kunnen we daar straks lekker een... ooit zo'n ding. Pickaxe van maken. Oh, papegaai. Papegaai. Dat was ik alweer vergeten, joh. We zitten natuurlijk in een jungle en dan krijg je papegaaien. Oh, zo. Dan wil ik wat seeds bij de hand hebben, want dan kan ik ze temmen. Oh, dat was snel. Hij zit, even kijken, F5. Oh, dat was één te ver. Kijk eens even, jongens. Kijk hem even mooi staan, joh. Beautiful. Zo. Oké, zo. Wacht. Hij zit nog steeds op mijn schouder, dat is mooi. Ga jij maar lekker daar chillen. Wacht. Dit is niet een hele fijne plek. Ik denk dat ik hem boven neerzet. Dat ik gewoon boven lekker mijn huisdiertjes zet. En dan kan ik altijd nog een leuk plekje voor ze maken. Blijf eens even hier. Dankjewel. Zo. Voor nu zit hij even hier te chillen. En ik kan altijd nog een leuk plekje voor hem maken. Die zal ik bij mijn ideeënlijst zetten. Om een leuk plekje voor de papegaai en zo te maken. Op zich, bedenk ik me. Ik heb hier natuurlijk... Even kijken, hierachter natuurlijk een hele open ruimte. Op zich zou ik daar wel een tuintje kunnen maken of zo voor hondjes en papegaaien en zo. Je kan ze natuurlijk niet echt laten rondlopen als ze je volgen. Maar het is misschien wel leuk om ze daar neer te kunnen zetten. En dan hebben ze een soort... Ja, een soort dakterrasje. Waar ze lekker kunnen chillen met z'n allen. Wat? Wacht, laat me die even opschrijven. Anders vergeet ik het. Heb ik hier... Is dit mijn boekie? Ja. Pen. Even kijken. Dak. Terras. Diertjes. Perfect. Dat is wel een leuk idee, denk ik, voor, ja, voor een bouwaflevering voor volgende week. Laat ook zeker in de reacties weten of jullie dat ook een leuk idee vinden. Mooi, wat eiwen erbij. Dat hebben we natuurlijk ook hard nodig. Hey, meneer de schildpad, kan je alsjeblieft niet hier lopen? Want anders ga ik je straks slaan. En dat is niet de bedoeling. Ik heb wel het vermoeden dat dit misschien een wat kortere aflevering gaat zijn. Oh, ik was alweer vergeten dat die gozers er waren, joh. Oh, waar zit die? Nee! Shit, man. Oh. Oh, die zijn zo OP, man. Au, ik moet mijn zwaard hebben. Au, nee, shit. Oh. Oh. Ik moet hier een... Oeh. Oké, die gozer is dood.
maakt niet uit. Nu kunnen we in ieder geval die kleintjes slachten. Geef me in ieder geval een wapen. Zo, één. Au. Ai, shit man. Oh, straks is al mijn shit weg. Oh nee. We moeten het even oppakken, want anders is het straks allemaal gedespawned. En dat moeten we niet hebben. Auw! Ja, ik weet het. Je gaat door muren heen. Ah! Oh my god. Jongens! Sterf! En ja, ik zie het dat ik een potion of een totem of een dying in mijn zak heb. Maar ik wil die niet gebruiken, aangezien ik liever... Waarom gaan ze dood? Oké, okay, ik hoor er nog één. Kom! Kom dan. Woe, was dat de laatste? Volgens mij wel. Oh my god. Wat was dat intens. Nee, dat meen je niet. Nee, je gaat niet benen. Please. Oh nee. Van al mijn spullen. No, Margaret! Oh, hij ligt daar. Oh, gelukkig. Oh. Oh, wat gaat het allemaal fout, jongens. Margaret is dood. We hebben gelukkig wel mijn pickaxe terug. Maar rest in pieces, Margaret. Oh, nee, geen plakdoets. Ga weg. Rest in peace. Oké, ik wil even een bordje maken, jongens. We moeten dit even officieel maken. Oh, ik heb nog een bordje. Oké. Zo. Rest in... Oh. Doen we zo. Rest in... Oh. Peace. Margaret. Volgens mij schrijf je het zo. Zo niet... Dan schrijf je het vanaf nu. Mijn Margaret schrijf je wel zo. Zo. Rest in peace, Margaret. Rest in peace. That's so sad, man. So sad. Oké. Heb ik een speciale kist? Ergens. Ik had een speciale kist. Oh, hier. Totem of Undying... Dia en emeralds. Dia. Emeralds. Ik denk dat ik iets meer ruimte moet maken voor mossy cobblestone. Trouwens, ik doe het even anders. Op. Zo. Want er moet hier ook nog steen kunnen. Steen. Zoiets of zo. Denk ik. Anders kan ik altijd nog, als het toch, toch te veel is, zeg maar. Dan kan ik toch hier of hier een kistje maken met spullen. Oh. Wat gebeurt er nou allemaal? We zijn echt freaking vaak dood gegaan. Heel fijn. Oké, appels hier. Ik heb koppijn van mezelf gekregen. Heel fijn. Nou, nog meer houten pickaxes. Nog een aantal hele mooie crafting tables. Ook altijd heel fijn. Zo, onze tas is weer even leeg. Oh my god. We moeten echt even iron fixen voor armor. Maar ja, dat is een beetje moeilijk.
Nou, ik wil in ieder geval nog proberen 50 te hakken. En ja, dan vind ik het wel even prima. Dit is al... ik zweet me kapot. Van die freaking guy. Echt insane. Hey, Arcadia. Het lelijkste hout, maar ik wil het wel hebben, want dan heb ik tenminste alle houtsoorten. Get. Ik heb geen lead, hè? Oh. Ik heb wel een lead, maar ik weet alleen niet helemaal hoe dat nou zit. Want in een andere survival zijn ze ook weggeraakt. Dus ik heb een beetje het vermoeden dat ze niet echt blijven zitten aan een... lead, dus dat ga ik niet doen. Ik hoop maar gewoon dat hij niet wegrent. Over het algemeen kan dat ook niet, maar je weet het nooit. Nog meer kool, altijd fijn. Iron, oh wat krijg ik toch lekker wat iron nu. Nog meer kool. Lekker hoor. Ik ben wel al mijn levels kwijt. Niet dat ik al kon enchanten, maar toch. Hoppa. Nou, wij zijn bij de 100. Waarom staan hier 2? Dat zal wel. Kijk hem staan dan. No. Oké, even een beetje opruimen. Deze mag hier. Hoppakee. Nog steen opruimen. Iron. Ik vind het alleen een beetje lastig, want kijk, ik wil heel graag armor, maar ik heb ook heel erg tools nodig. Maar goed, daar beslissen we straks over. Even kijken of er nog boompjes zijn. Trouwens, wat ik nog niet had verteld, ik heb, zoals je misschien wel kan zien, heb ik hem een beetje uitgebreid hier. Wat aan deze kant, wat aan deze kant, aan deze kant. Ik had natuurlijk al gezegd dat ik de farm wat uitgebreid had van de bomen. En hier wat meer. Zodat ik wat meer ruimte heb. En lag. Later misschien ook. Dat is in ieder geval mijn plan. Later misschien ook deze farm nog een, nog een stukje aanbouwen naar deze kant toe. Maar dat komt allemaal wel. Heerlijke geluiden alweer. Nou, in ieder geval die hekjes waar ik het over had bij de diertjes, die ga ik even uitstellen voor volgende week, denk ik. Of nog later, dat zie ik dan wel weer. Ligt er een beetje aan wat de planning voor volgende week is. En hoe lang ik ermee bezig ben. Maar dan weten jullie dat. Zo, ik wil nog een aantal kleine dingetjes doen. Oh, niet daarin, dank je. Even kijken. De boompjes weer terugplanten natuurlijk. Anders werkt het allemaal niet. Oh, er is er weer eentje aangegroeid. Zo. Oh ja, ik heb hier trouwens ook sweetberries. Dat was ik vergeten. Die had ik al een tijdje in de kist zitten, maar ik dacht, laat ik ze eens gaan farmen. Want, hé, waarom niet? Ik weet niet precies wat ik ermee ga doen, maar je kan het beter hebben en niet gebruiken. Dan niet hebben en wel willen. Zo, onze iron voorraad is weer een beetje aangegroeid. Kool begint ook weer een beetje lekker... voorraadje te krijgen. Dat is ook heel fijn. Ik begin eindelijk weer een beetje een voorraadje ook te krijgen.
En... Nee, deze leg ik wel even hier. Ja, oh, dan wil ik de dieren nog even eten geven. Even kijken, zo. Kunnen jullie even niet beuken, dankjewel. Oh, ik ga even zwemmen. Oké, zo. We beginnen wel even met de varkens. Varkens, varkens, varkens. 1, 2, 3, 4. En wee! Even niet moeilijk. Daar heb ik echt zo geen zin in. Zo. Oh, top. Zo. Ik denk niet dat het heel fijn is voor jullie, want voor mijn gevoel lijkt het nogal. Maar in ieder geval wil ik bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal als je meer video's wil zien. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video.